Mijn naam is Calvijn en ik vraag me wel eens af, kun je doen alsof je kapper bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen kapper bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof, doen alsof, kun je doen alsof. Momenteel word ik omgetoverd tot kapper Stanley. En straks komen er, als het goed is, meerdere nietsvermoedende klanten. En ik moet ervoor zorgen dat zij een half uur lang ervan overtuigd zijn dat ik een echte kapper ben. En dat doe ik allemaal zonder enige voorbereiding. Als een klant tevreden de zaak verlaat, scoor ik een voldoende. Maar als de klant ontevreden vertrekt of zelfs tussentijds wegloopt, dan scoor ik een dikke vette onvoldoende. En dan zullen we erachter komen of je inderdaad kan doen alsof je kapper bent. Ik ben zenuwachtig. Oké, De klanten druppelen binnen. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat ze geloven dat ik een kapper ben. Geen idee heb wat ik ga doen. Ik ga maar. Volgens mij komen ze. Volgens mij zitten ze nu binnen. Oké. Okay. Wish me luck. Hi. Met wie heb ik te maken? Ik heb een shirt te maken. Zullen we het nog even wassen eerst? Mag je hier even plaatsen? Ga ik hier even een handdoekje erbij pakken. Mag je even je haar vastleggen? Ja, ik ben net een weekje begonnen hier. Ik kom van de Kinky Academy. Ja. En dat is opleiding die ervoor zorgt, zeg maar, dat je... Nou ja, de kapperszaken van Kinky, dat je daar die onveilig mag gaan maken, zeg maar. En als je goed genoeg bent, dan mag je direct door. Nou, dat is dus bij mij was dat aan de orde. Nee. Ik ga dit gebruiken. Lekker. Ja, het is qua keratine gehalte is hoog. Mm-hmm. Dus betekent dat het gewoon lekker zacht. Nou, daar houden we volgens mij allemaal van. Goed, ik ga er even één minuutje dit erin laten zitten. Even een glaasje water in. Ik vind het zo lastig. Ik weet niet wat ik zeg allemaal. Ik ben echt alleen maar bullshit aan het lullen. Zij, volgens mij geloven ze het echt. Hart, jongen, het is echt. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik weet niet wat ik net in de haar heb gesmeerd. Of het shampoo komt is, ik heb geen idee. Ik heb het wel net aanbevolen, maar. En dus moet ik straks gaan feunen en shit. Fuck. Mag je zelf nog even het laatste stukje doen als je wil? Dan gaan we even kijken waar ik mijn spulletjes heb neergelegd. Kun je er even vanaf? Wil je er even vanaf? Ja. Beetje. Juist. Hey, je vergeet er schort op te doen. Oh ja. Ja. Dankjewel. Zal ik het kapkleed even omdoen, want volgens mij ben je hem weer vergeten. Oh jee, kom maar. Vind je, doe ik het weer niet goed genoeg, lieverd? Nee, dat had ik het goed, schat. Maar ik ga, niet, gaan ik ga nu nog meer kopjes afwassen. Ik doe deze even bij je op, hè. Zeg maximaal 5 centimeter. Nou, dan halen we er 1 centimeter van af. Ja, ik zou niet te veel doen, Stanley. Hoe oud ben je? Ik ben 22. Ben je dan nog schoon? Ja. Stan, volgens mij heb je een fout gemaakt in je agenda. Je volgende klant is er al. Oh. Nou, dan gaan we het... wie is het? Het is mevrouw daar, maar ik zal er nog wel een kopje thee geven. Ja. Is dat veel, hè? Ja, het kan nog wel een beetje minder. Ik zou dit doen. Ik zou het er niet recht afknippen, maar gewoon een beetje... Tenzij jij het liefst anders hebt. Maar... Zolang het gelijke lengte is, ben ik happy. Dan gaan we daar even voor zorgen, heeft het. Ja, dit kan er wel af. Maar, Ja, maar, het wordt toch mooi gemaakt? Waarom? Dus dat scheelt dan ook weer. Ja, liever dat je kan me vertrouwen. Ik heb wel die Kinky Academie, daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat is zeker waar. Hoe is het met klant nummer 2? Die wil alleen door mij gewassen worden. Oh. Is hij warm genoeg? Is hij niet...
Wil je er nog wat in? Of niet? Ik weet het niet. Is your day? Nee, ik vind het helemaal prima zo. Als je er uiteindelijk... Als je uiteindelijk thuis komt en het is droog, dan kun je het even kijken. Maar voor nu lijkt me dit goed. Ik heb ook al... Ja, sorry, maar er staat iemand anders ook al te wachten. Sorry. Oké. Dankjewel. Ja, veel succes morgen. Ging het? Ik ben het helemaal aan het verneuken. Het was echt letterlijk knipvuil, dit zeg maar 24 sofa's. Mm-hmm. Dat is echt niet best, ik voel me echt fucking lullig. Stel je zou het een cijfer dan alsnog moeten geven, wat zou dat dan zijn? Eén, tweetje. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik ben allemaal dingen aan het zeggen, aan het praten. Ik lul me door. Het is zo fucking ongemakkelijk. Sowieso hoef je natuurlijk niet te betalen. De volgende zit al klaar, dus... Wat gaan we doen vandaag? Nou ja, ik vind het model van de schuine bob vind ik nog steeds altijd mooi. Dus okay. Dat wil ik wel graag inhouden. Oké. Okay. Ja. Ja, ik zou het even kijken. Ja. Ja, ik vind het prachtig eigenlijk. Ja. Deze manier. Ik denk dat we het nog een beetje, misschien dat het sowieso qua, misschien dat we een beetje bol kunnen feunen. Misschien is dat een beetje een idee, dat er iets meer... Nee, dat vind ik niet zo mooi. Ik vind het juist mooier als die stijl is. Dus zullen we het dan gewoon even aankijken, even wassen sowieso misschien? Dat lijkt me wel prettig. Ja. Ga ik heel even mijn gereedschap erbij pakken. Eens kom. Dit is helemaal helder. Mag ik jou meenemen? Even hier. Mag je hier even plaatsnemen? Heb jij de shampoo gezien? Nou ja, dat is het mooie van dit werk. Leuke kapperszaak, maar je bent wel alles kwijt. Of dit is hem denk ik. Ja, ik heb hem. Deze, ik had hem niet gezien. Ik ga er een beetje conditioner in doen. Ja. Je mag het laatste een beetje zelf doen hoor, qua afdruk. Vind je het erg als ik heel eventjes naar het toilet ga? Ja. Jezus. Fuck hell. Ik vind het zo fout. Deze vrouw is zo fucking aardig. Die gaat nu appen waarschijnlijk naar iemand en zeggen, hey, wat de fuck ben ik beland. Zij heeft dus heel kort haar. En ze wil een scheve bob. Maar ik weet niet eens wat een scheve bob is. Ik ga het even snel googlen. Jezus, dit is een scheve bob. Een scheve boblijn, is dat moeilijk? Succes man. Dit is echt helemaal... Ik ga haar hele kast wel vernachelen. Oh mijn god, wat erg. Ik vind het echt heel kut. Maar het feit dat zij door mij laat doen, dat ze dat durft, geeft wel aan dat ze me een beetje gelooft. Hoop ik. Dus de eigenaar Bart is echt een hele leuke vent, die is er nu even niet. Mm-hmm. Dus maar dat is echt, die stuit het hele zaak door, zeg maar. Oh, ja. Dus het is soms ook wel even lekker dat hij er niet is. Ja. Want dan, rust. Ja. Dan hebben we een beetje rust. Oké, dan gaan we nu een beetje naar de zijkant werken. En ben je wel eens in Groningen geweest? Nee. Nee? Daar kom ik... Van origine vandaan. Okay. Nog een beetje bij elkaar in de buurt. Ja, hier is het verder niks aan gedaan. En dan heb ik net van Celine weer een mooi spiegeltje gekregen. En dan kan ik even laten zien hoe het er van de achterkant uitziet. Zo maar doen? Ja? Ja? Oké, top. Ja, dan mag je even met Celine meelopen. Nee. Dan dank ik jou ten harte. Oké, tot de volgende keer. Wat vond je ervan? Ja. Oh.
apart. Ben je tevreden? Of, stel je zo een cijfer moet geven, wat zou je hem voor cijfer geven? Die hele rustige plek, ja. Nou, misschien een 6. Wel voldoende dus, een 6. Ja, wat het waard is. Het kan echt niet. Deze vrouw wilde gewoon een scheve poprijm. Maar ik durfde het niet. Ik durfde gewoon niet. En ik laat het zien met die spiegel. En ik denk, ja, dit is gewoon niet zoals ik het op Google heb gezien. Het leek niet, het was niet eens een scheve pop. Maar ik durfde gewoon niet. En ik laat het zien en ze zegt, ik vraag zo wat doen. En ze zegt, ja. En ik denk, oké, weg. Ga weg. Ik kan het echt niet aan, jongen. Oeh, jezus, wat erg. Holy shit. Ik heb ook maar echt zoiets afgeknipt. Hi. Met wie heb ik het genoegen? Kai. Hi. Kai, aangenaam. Hi. Wat zullen we ermee doen? Zullen we het een beetje aan de achterkant een beetje netjes maken gewoon? Oké. Okay. Ik was heel even de tondees aan het testen. Ik ben hier net begonnen. Dus ik ben net... ik heb de Kinky University gedaan. Die zit in de hallen. Ja, dat is echt... Hier hoef je ook niks aan te doen. Heb je het geverfd? Nee, dit is mijn eigen kleur. Oké. Even kijken. Zullen we dit nog een beetje recht trekken? Zo. Ja? Dat ga ik heel even Hidde vragen, want die was net aan de... Hidde? Oké. Ik heb nu een gozer zitten. En die is echt niet blij. Die gast is echt... Die zit hier. En die denkt alleen maar, what the fuck is deze gast aan het doen? En hij heeft er bijna geen haar, dus ik kan er gewoon niet zoveel. Dus ik zit met een tondeuze erop. Maar het heeft geen zin. Er gebeurt weer niks. Dus ik ga hem nu scheren. Dat wil hij graag. Maar ik heb nog nooit iemand anders geschoren. Wat kut zeg dit. Nou ja, ga het maar gewoon doen. Okay. Kijken wat handig is. Hoe lang ben je al bezig met knippen? Ja, ik heb 4 jaar geleden ben ik begonnen aan de academie. En nu dus sinds 2 weken hier al. Ben je wel best wel redelijk gespannen, man. Sorry? Je bent best wel zenuwachtig. Oh ja? Ja, trillende handjes, je vergeet dingetjes. Ik begon zomaar al met de tondeuze zonder dingen erop. Dus dat, ja. Nou ja, het is niet mijn tondeuze, dus dat is een beetje lastig. Hoef je er niks, zeker weten dat je er niks in hoeft? Ik heb een petje mee. Ja, dat is ook zo. Ja, het is altijd een belediging hè, voor een kapper, als de pet dan daarna weer opgaat. Ja, doe je ding dan. Ja? Meneer is klaar. Ja, dankjewel. Tot ziens. Hi. Stanley? Ja? Ik vroeg naar wat meneer ervan vond, maar hij wil het graag in persoon tegen je vertellen. Dus of je even mee wil lopen. Ja, natuurlijk. Je mag wel beter naar me luisteren. Excuses. Ja, maakt niet uit, maar dat is voor de volgende keer. Ja, als je me een cijfer zou moeten geven, wat zou het dan zijn? Heel eerlijk. Ik denk een 5,5. Ja, doe ermee wat je... Ja. Fijn dat je eerlijk bent. Ja, dat is alleen... Ja, eerlijkheid doet het lang. Ja, dankjewel. Ja, hij was wel eerlijk. Dat is... Ik dacht, ik moet iets bij die gast. Ik dacht, hij wilde, ik was een beetje aan het doen en shit. En, maar ik deed uiteindelijk toch weer niks. Maar ja, ik ben wel met de tondeus erover, maar ik heb geen idee wat ik allemaal aan het doen. Ik ben aan zijn hoofd aan het zitten en ik denk maar alleen maar, wat doe ik allemaal? Maar een 5,5. Hij geloofde wel dat ik kapot was. Mijn rolletje is een beetje de nerveuze nieuwe guy. Dus ik kom ook een beetje nerveus over, maar ik heb het idee dat daardoor mensen een soort argwanend worden. Dus ik moet iets zelfverzekerder er gewoon in zitten. Ik moet gewoon wat meer vertellen dat ik echt weet wat ik fuck aan het doen ben, want ik heb geen flauw idee. Ik zet tondeuzes in mensen hun hasses, ik zet scharen in mensen hun haar.
ik zit te wassen met shit, ik weet niet eens wat het is. Dus ik moet gewoon iets meer zelfvertrouwen hebben. Maar het is zo moeilijk om te laten lijken alsof je weet wat je doet. Er komt nu een nieuwe klant binnen. Kort haar is zo kut. Goedemiddag. Hi. 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 Kim. Aangenaam. Hi. Stanley trouwens. Ja, want heb je enig idee van waar, welke kans je op wil? Ik zal het overal open. Maar je hebt geen, je hebt, niks is je te gek? Niks is me te gek, nee. Ik zou het er allemaal afhalen. Nee, grapje schat. Oeh, dat lijkt wel warm. Nee, grapje. Wat mij handig lijkt, is dat we het heel even in de wasstraat gooien. Nou, dan mag je weer terug naar de stoel. Wat even helemaal goed droog feunen. Wil jij Kim even afveunen? Dan ga ik eventjes naar de toilet. Kim was het, hè? Oké. Ik heb even een collega laten feunen. Zodat ik heel eventjes kan nadenken wat de fuck ik straks ga doen. Want ik ga straks iets knippen. Een soort achter, een beetje knippen, een beetje kloten of zo. En dan, ik ga er wel nu echt iets afknippen. Ik heb bij die andere een klein beetje voorzichtig gedaan, want ik durfde gewoon niet. Maar nu heb ik echt fucking scheid. Nu ga ik gewoon knippen. Dus ik ga er gewoon op. Heb je wel eens met Olaplex geverfd? Weet je dat? Nee. Oké, het is gewoon een bepaald middeltje. Ik weet alle details ook niet precies. Sommigen zeggen dat het zelfs gezond is voor je haar. Maar dat betwijfel ik. Nou, het voelt in ieder geval. Je voelt het wel. Wel een lekker spul, dat. Ja, hè? Ja, maar het is ook echt tof. Kijk, en wat leuk is nu, vind ik, als je de achterkant kijkt, dat het nu een klein beetje, het oogt wat jonger, vind ik altijd. Dus je ziet dat het wat. Zie je dat? Ja. Wil je het even met haar afhandelen? Ja, hartelijk bedankt. Dankjewel, Kim. Oké, dag. Wat vind je ervan? Hij is natuurlijk nog vrij nieuw bij ons in het team. Wat voor cijfer zou je hem geven, als ik dat kan vragen? Ja, wel een 8. Ze heeft je gewoon een 8 gegeven. Een 8? Ja, vriend. Het is echt super gezellig en ik zie het er heel fucking lekker. Het kan dus wel. Kom je thee? Ja, ga lekker zitten. Komt eraan. Succes. Maar is hij nerveus of zo? Ik heb geen idee. Ik weet het niet. Hij zit de hele tijd aan zichzelf te plukken. Was goed? Bart. Stanley, ga lekker zitten. Ik zou zelf, als ik in jouw schoenen stond, de achterkant hier wat van afhalen, sowieso. Ik ga je dat heel even voor je ogen doen, kijken hoe lang het is. Ik wil wel dat er nog iets meer gebeurt dan bij jouw idee is. Oké. Okay. Dus dat we het nog korter gaan doen. Oké. Ik ga je even laten zien. Ja, kijk, het valt nog steeds voor je hoofd. Ja, je mag zelf wil bepalen. Ik eigenlijk niet. Nee? Nee. Oké, dus dan gaan we er nog meer afhalen. Dat is prima. Ja. Je wil nog meer, hè? Ja, ik wil gewoon echt niks voor mijn ogen. Nou, dan gaan we erover zorgen. Ik ga er gewoon wel mee afhalen. Als je kort wil, dan gaan we kort. Hier, dit is de vermogen. En dat kunnen we doen. Gewoon achteraan. Ik ga de zijkant nog een beetje in knippen. Nou, dat gaat er wel veel af. Dat zie je niet van de voorkant, zie je dat niet zo, maar zo straks even de achterkant laten zien. Oh, ik ben deze gasten aan het knippen, jongens, niet normaal. Ik ben overal aan het knippen, alles. Hij zegt nee, ik wil nog meer eraf en nog meer. Maar ja, ik weet niet waar ik moet knippen. Dus ik één knip en hij zegt nee, ik wil niet dat het voor mijn ogen hangt. En ik knip als een mal en het blijft me voor zijn ogen hangen. Het is echt niet oké. Kijk, hij zit nu ook weer te kijken aan de zijkant. Hij zit te kijken. Hij vindt het gewoon. Hij vindt het nog echt te lang, maar ik kan het nog korter, dan gaat het helemaal. Ja, dan heb je helemaal happen erin en shit. Ja. Dat kan echt niet. Ja. Als jij van de bovenkant nog meer af wil,
dan kunnen we dat doen. Kijk, er gaan wel zulke stukken af. Dat moet je ook wel een beetje zien. Mm. Behoorlijk gesteld uitzien. Ja? Ja. Nou, dan hebben we maar toch wel. Wel mooi. Ja, toch? Ja. Ik denk dat ik wel tevreden ben. Oké, okay. Dat is hartstikke fijn. Mag jij opstaan? Yes. Ik heb een beetje plakhanden, maar dankjewel. Geef mee. Ben je tevreden? Ja. Ja? Ja? Stel je zou het een cijfer moeten geven, dan heb ik een beetje een indicatie. 7,5. Okay, dat is toch, is toch wel een voldoende. Ja, een voldoende. Ruim voldoende. Fijn en super. Nou, deze krijg ik van Stanley. En dan heel erg bedankt. Jullie ook. Natuurlijk. Wauw! Daar sta ik dan, na de bevalling genaamd doen alsof je kapper bent. Ik sta voor Kinky Kappers van Balenstaat in Amsterdam. Dank jullie wel dat ik hier mocht filmen. De grote vraag van vandaag is, kun je doen alsof je kapper bent, terwijl je eigenlijk helemaal geen kapper bent? We hebben alle cijfers van vandaag bij elkaar opgeteld, daar het gemiddelde van genomen. En mijn eindcijfer van vandaag is... Laat me zien. Ja, papies! Je kan doen alsof je kapper bent, het is alleen fucking ongemakkelijk. Iedereen vindt je irritant en je moet je wel echt even inlezen. Goed, laat alsjeblieft in de comments weten welk beroep ik de volgende keer moet testen. Abonneer op mijn kanaal, doe een duimpje omhoog op deze video en dan zie ik jullie volgende week. Bedankt voor het kijken. Laat.